We zijn verdorie nog net uit de verkiezingen gekomen. En hop, het heet, eerste spelletje begint al. De achterbannen van al die partijen willen graag dat we het op zijn minst probeert. Nieuws. Het is vandaag dag 2 dat alle fractievoorzitters bij elkaar komen om de verkenner aan te wijzen. En er is zojuist bekendgemaakt dat Ronald Plasterk gaat zijn. Maar voorheen de PVV Gom van Strien had aangewezen. Maar dat toch niet zo lekker liep aangezien de beste man beticht werd van fraude. Is het nu dus iemand anders. Ik vraag me af, is dit een voorbode van een ontzettende rommelige formatie? Dag meneer Wilders, ik heb u niet meer gezien na de verkiezingsuitslag. Allereerst gefeliciteerd. Dank u zeer. Hoe gaat het? Goed. Ja, fijn. Nee, het is altijd mooi als je een goede verkiezingsuitslag hebt. Dat lijkt mij ook. In hoeverre voelt u dat het een enorme rommel gaat worden, deze formatie? Nou, ik ben een positief mens, dus ik... Dat is fijn, maar is het ook realistisch? Ik ben een positief mens en dat is dus realistisch, want dat vind ik zelf. En we zullen moeten zien de komende weken hoe het loopt. Weet u, ik zei net tegen een collega van u, ik zou heel graag willen dat die vier partijen, de mijne, maar ook NSC, BBB en VVD, dat die met elkaar om tafel zouden gaan zitten. Nu zijn de geesten daar nog niet rijp voor bij sommige partijen. Ik hoop dat dat verandert, want deze verkiezingsuitslag, de problemen die er zijn, waar is campagne opgevoerd? Ja, de achterbannen van al die partijen met 80-90% blijkt uit de peilingen, willen graag dat we het op zijn minst probeert. Dag meneer Vermaelen, hoe kijkt u naar hoe dit hele proces gaat? Nou, wij hebben een hele heldere mening, dus wij willen sowieso niet dat de heer Wilders het initiatief krijgt. Dat is onze democratische rol om dat uit te spreken en dat heb ik ook gedaan. Maar als de meerderheid van Nederland dit wel wilt, bent u dan niet een beetje een slechte verliezer als u hem niet eens kan feliciteren? Nou, wij hebben niet verloren. Wij hebben het beste verkiezingsresultaat van Denk ooit geboekt. Dus hier staat een winnaar. En het feit dat ik de verkiezingsuitslag respecteer, betekent niet dat ik de standpunten van de heer Wilders moet respecteren. De heer Wilders heeft standpunten die indruisen tegen de rechtsstaat en daar verzetten wij ons gewoon tegen. Dag mevrouw Jasielkes, hoe belangrijk is uw achterban voor u? Zeer belangrijk. Waarom heeft de achterban toch een beetje het gevoel dat u ze niet echt respecteert? Nou, ik begrijp heel erg goed de emoties die daarbij zijn losgekomen. En uiteindelijk gaat het erom dat we en die 1,5 miljoen stemmen waarmaken, dat we die volop gaan vertegenwoordigen, dat we op inhoud die stappen zetten, dus we gaan onderhandelen, maar dat we ook rekenschap afleggen voor die 10 zetels verlies. VVD bestaat niet uit plusjeplakkers. Wij gaan ervoor zorgen dat we op inhoud het verschil maken. Waarom denkt u dat de VVD inderdaad de achterban negeert? Nou ja, dat moet u aan de... Heb ik gevraagd. Zij zegt ik wil geen plusjeplakker zijn. Ja, nogmaals, ik ga niet reageren op wat mevrouw Jisselkus daarover zegt. Het enige wat ik tegen de partij wil zeggen, van luister ook naar je eigen achterban. Die willen voor een groot deel, een overgrote meerderheid, dat je wel die poging doet om met de PVV en de andere partijen te praten. En ik hoop maar dat dat nog gaat gebeuren. En nogmaals, ik kan dat niet afdwingen. Ik kan alleen maar op wijzen hoe belangrijk het is dat we die poging maken. Maar kunt u zich voorstellen dat de meeste mensen dit horen en de VVD-achterban denkt van dit is mooi gespind, maar dit is niet wat we hadden verwacht. U heeft zelf de deur opengezet. En nu op het moment dat u niet krijgt wat u wilde, dan zegt u ineens ja, dan niet meer. Zeg maar, u zegt we zijn geen plusjeplakkers, maar het komt wel over op uw achterban alsof u gewoon niet mee wil doen. Nou, en dan ben ik heel blij dat ik hier nog eens een keer kan uitleggen waar het echt om gaat. En waar het om gaat is dat we wel meedoen. Dat we dat, zeg ik vanaf vrijdag al, dat we gewoon aan tafel gaan, dat we gaan onderhandelen over instroom. Maar echt meedoen niet? Nou, echt meedoen is het verschil maken in het land waar mensen naar snakken. En dat gaat over instroom beperken, meer geld in de zakken van middeninkomens, aandacht voor de kleine ondernemers. Daarvoor, ik kan vanavond beginnen met die onderhandelingen, wij staan er klaar voor. En dat is wat uiteindelijk echt het verschil maakt in dit land. Niet de poppetjes, dat weten we. Hey, in hoeverre denk je dat de VVD een slechte verliezer is? Ja, kijk, die kwalificatie ga ik niet doen. Maar ik vind het gewoon wel bizar dat ze dit gewoon gelijk blokkeren. Het lijkt een strategisch spel, politieke spelletjes. En daar maak ik me het meest boos over. Weet je, we zijn verdorie nog net uit de verkiezingen gekomen. We hebben dus wrijven de slaap nog uit de ogen de volgende dag. En hop, het eerste spelletje begint al. En dat vind ik gewoon niet goed. We hebben verdorie kiezers beloftes gedaan. We gingen voor ze zorgen. We gingen zorgen dat er huizen kwamen. We gingen zorgen dat de oudere mensen in een verpleeghuis terecht konden komen. Ofwel mantelzorg of thuiszorg. Zouden krijgen, hebben we allemaal beloofd. En ja, dat ergert me zo. En dan denk ik, we zijn verdorie nog geen dag verder of we gaan spelletjes spelen. En ik wil de VVD echt klem nog oproepen. Ga in ieder geval praten. In een gesprek kun je zeggen van, luister, we komen er niet uit.
En we trekken ons voorlopig terug. Praat gewoon. Weet je, je schoffeert de kiezer gewoon weer. Gaat het een shitshow worden, deze hele formatie? Nou, kijk, de PVV heeft gewoon totaal geklungeld met de heer Van Strien. Dus dat is voor ons een extra reden om te zeggen, ontneem het in. Voor jullie lekker, hè? Lekker in de pocket. Nou ja, ik heb mijn handen er niet aan gebrand. Hè? Dus buiten onze principiële reden is dat een aanvullende reden om de heer Wilders het initiatief te ontnemen. En ik hoop dat dit gewoon zo snel mogelijk misgaat en dat het over een andere boeg gaat. Want Geert Wilders is gewoon met zijn standpunten rampzalig voor het land. Social media noemen mensen u nu Milders. Dat bent u ook nu wel een beetje, hè? Wat bent u vriendelijk? U bent geen sneertjes aan het uitdelen. U staat helemaal open voor alles en iedereen. Gaat het lekker, hè? Goed, hè? Nou, gaat u ook zo blijven? We zitten in een precair onderhandelingsproces nu. Dus je moet er ook voor zorgen dat je de omstandigheden creëert dat je met elkaar aan tafel komt. Dan helpt het niet om op al uw vragen te antwoorden te geven. Zoals u ze heeft gesteld. Maar natuurlijk, ik ben op zich dezelfde Geert Wilders. Alleen, ik heb ook een grote verantwoordelijkheid nu naar die verkiezingswinst. Hè. We hebben geen 2, maar 37 zetels gehaald. We zijn bijna verdubbeld. Meer dan verdubbeld, moet ik zeggen. En dan, ja, ik voel die verantwoordelijkheid is wel groot. Dus ik voel ook wel dat die kiezer ook wil dat ik mijn uiterste best doe om aan tafel te komen en op wat voor manier dan ook deel uit te maken van dat landsbestuur. En die verantwoordelijkheid betekent ook dat ik alles ga doen om dat, nou, misschien niet alles, maar veel ga doen om dat mogelijk te maken. En dat ben ik ook mijn kiezer verplicht. Dus dat ga ik ook doen. Meneer Milders, dank u wel. Dank u wel, mevrouw Pauw. Lieve kijkers, super bedankt voor het kijken. Maar zonder betalende leden kunnen wij helaas niet bestaan. Dus klik heel even op de link in de beschrijving en steun ons. Dank je wel.